Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Lekker birkenbrauw. Daar zijn de mannen. Kom binnen, jongen. Hey, Loïc. Ça va? 10 kameraden dat bier brouwen. Dat komt nog niet elke dag tegen. Hè? Ah, wel, we zijn begonnen in de Giro eigenlijk. En wij degusteren altijd birkes. Ja. Tezamen. Dat zien we daar. Het zijn er ondertussen 1400 bijna. En dan op een bepaalde avond dachten we moeten zelf ons eigen bier daar ook tussen kunnen steken. Ja. Dus voilà. En Mac, waar komt dat? Ah, wel, dat komt van de Giro Micmac in Sterrenbeek, waar dan Mick de meisjes zijn en Mac de jongens. Okay. En dan zijn de mannen soep beginnen brouwen voor venten. Dus vandaar Mac broer. Ja. Hier brouwen jullie al jullie duizenden liters bier? Ja, hier doen we experimenten. Dus per 30, 40 liter. Ah, ja. En als we een recept echt goed vinden, dan gaan we dat in het groot maken. Ah, maar dat is niet hier? Nee, dat is in een grote brouwerij. En dan zijn dat batchen van 5000 liter. Oké. Okay. Dat is een beetje jullie mine cave, jullie labo. Ja. Kunnen we een keer laten zien hoe dat je bier maakt? Ja. Oh. Dan beginnen we bij de twanne. Een twanne. Wat is die aan het doen? Ah, wel, hier zijn we aan het schroten. Dat zijn gerstkorrels die gemout zijn. Wacht, hè. Je hebt gezegd schroten, mout, gerst. Heel kort, schroten, dat is het... Schroten is het malen van je gerst die gemout is. En mouten, dat is? Mouten is een proces om je gerst zo te behandelen dat dat geschikt is om mee te brouwen. Dat zijn dus nu... Dat zijn moutkorrels. Moutkorrels. En dat wordt dan geschroot. En wat gebeurt met die schroot? Dus hiermee brouwen, daarmee gaan we suikers onttrekken uit de mout om later om te zetten in alcohol. En dus als hier? Ja. Kom eens hier, jongens, zot. Dit is eigenlijk gewoon water met mout in. Dat is eigenlijk gewoon graanthee. Als uw graanthee klaar is, wat gebeurt er dan? Daarna gaan we dus onze graanthee gaan koken. En koken gebeurt hiernaast. Tijdens het koken voegen wij hoppen en kruiden toe. Hey, wat zijn dat, jong? Dus je hebt verse hopbloemen en ook hoppellets. Pellets? Ja, hoppellets zijn eigenlijk gewoon geperste hopbloemen. Als je niet weet wat hop is, zo ziet dat eruit, hè? Toch? Ja. En wat zijn ze daar aan toen in... Hier doen we metingen over hoeveel suiker dat erin zit en zo. Dus je doet niet zomaar wat? Nee. Het is toch een beetje precisiewerk. Ja. En dat is... Dat is onze gist. Die voegen wij straks toe als het bier is afgekoeld. Ah, ja. Die gist die gaat alle suikers opeten en die gaat die omzetten in alcohol. Oké, super. En eens dat zo gegist is, hè, je zet dat op fles. Een bier hergist op fles. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Ah, wel, ons bier hergist ook op fles. Dat is eigenlijk dat je voor het bottelen nog eens gist toevoegt. En dat geeft iets meer cachet en nog wat extra alcohol. Ah, ja. Voilà. Hoeveel alcohol heeft jullie bier? Ons bier is 7 graden. 7 graden. Maar het gaat wel goed binnen, hè? Ja, dat moet dat mij niet vertellen. Wow, top, jong. Wouter, dikke merci. En nu het belangrijkste, proeven. Oh. Lekker, hè?